Sully, het is super spannend in de Premier League, in Duitsland, maar niet in de Serie A, niet in de Ligue 1 en ook eigenlijk niet in de Primera Division. Dit weekend kunnen twee clubs kampioen worden. Juventus uit bij Spal voor de 8e keer op rij en Paris Saint-Germain in Frankrijk voor de 6e keer in 7 jaar, moet ik zeggen. Maar ik wil jou vragen, wat zijn die kampioenschappen eigenlijk nog waard? Want iedereen kan bij het begin van het seizoen eigenlijk al invullen. Paris Saint-Germain wordt kampioen in Frankrijk, Juve in Italië. Ja, natuurlijk, dat is allemaal waar. En ze zijn in die zin niets waard. Maar ze zijn ook heel veel waard. Want 8 keer op rij kampioen worden is natuurlijk wel bijzonder. En Juventus gaat voor die 10 op rij. Dat is het ultieme doel. En al die jongens, Chiellini onder andere, maar ook Barzagli en al die jongens die al bij Juventus al die jaren spelen. Die willen graag die 10 volmaken. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Maar als competitie op zich, voor de kijker, voor mij, voor de kijkers op YouTube, voor iedereen die naar voetbal kijkt. Ja, je gaat niet in het weekend op je stoel zitten en je afvragen of Juventus kampioen gaat worden, ja of nee. Ze worden kampioen. Ze zijn ook veruit de sterkste. Ze hebben natuurlijk uiteindelijk een beslissing genomen om een stadion in beheer te nemen, een nieuw stadion te bouwen. En ze zijn veruit de rijkste club in Italië en halen bij de concurrenten de beste spelers weg. Dat kun je zo opnoemen. Pjanic is weggehaald bij AS Roma, Higuain is ooit weggehaald bij Napoli. Dus als Juventus een concurrent sterker ziet worden, halen ze de beste spelers weg. Worden zij sterker van de rest zwakker. Dus ze worden, zijn eigenlijk onbedreigd al 8 jaar lang. En waarschijnlijk gaan ze die 10 ook wel halen. Tenzij er iets spectaculairs gaat veranderen bij de andere clubs. Maar dat zie ik nu niet gebeuren. Dus ja, dat Juventus kampioen wordt is niet zo heel bijzonder. En tegelijk ook wel weer heel bijzonder. Want het is wel bijzonder om als club natuurlijk wel gebruik te maken van die situatie. Want je moet wel elke keer die wedstrijden blijven winnen. Het is niet zo dat je stel schoolkinderen kunt opstellen tegen Empoli of tegen Cagliari of tegen wie dan ook. Dat gaan ze dit weekend denk ik wel doen tegen Spal uit. Nou ja, als jij Moise Kean, als je dat een schoolkind wil noemen. Kijk, die zal gaan spelen tegen Spal en die zal zijn kans gaan krijgen. Maar Moise Kean zal in de Eredivisie waarschijnlijk 20 keer scoren, net als Alexander Isak. Dat zijn gewoon goede voetballers. Maar ja, dat ze kampioen worden. Ja, ik word er niet heel opgewonden van. En dan Paris Saint-Germain, natuurlijk steenrijk door Arabieren eigenlijk, om het maar zo te zeggen. Ja, dat is ook niet leuk eigenlijk. Nee, kijk, ik heb daar ook wel een probleem mee, maar daar hebben we het al vaak over gehad. Maar Lyon is leuk omdat de jongens uit de eigen opleiding in het eerste elftal doorbreken. En als er eentje goed kan voetballen, dan zal Paris Saint-Germain daar geld voor neerleggen. Zoals ze ook Kylian Mbappé bij AS Monaco hebben weggehaald natuurlijk voor een belachelijk bedrag. Dat is de power die Paris Saint-Germain heeft met het geld natuurlijk van de eigenaren daarachter. Het is een club die succes heeft gekocht en die titels zijn allemaal gekocht. En niet bij elkaar gevoetbald op een, ja, ik wil niet zeggen niet een eerlijke manier, want het is natuurlijk in die zin eerlijk dat het volgens de regels gaat. Alleen de emotie ligt niet bij Paris Saint-Germain van de kijker wereldwijd. Het is natuurlijk leuk om naar Neymar te kijken. Het is leuk om naar Kylian Mbappé te kijken. Maar het is natuurlijk veel leuker om een jongen als Andres Iniesta op te leiden. En bij Barcelona te zien schitteren. Of Frenkie de Jong bij Ajax. Dat zijn jongens die van onderop komen. En Paris Saint-Germain die koopt alles wat los en vast zit. Haalt er een trainer bij. En de ene keer is dat Ancelotti. Dan is het Unai Emery. En nu is het Thomas Tuchel. En dan worden ze kampioen. En wat herinner je van Paris Saint-Germain dit seizoen in de competitie? Als ik het jou op de man afvraag. Ik denk dat je het antwoord niet zult zeggen. Nee. Zonde toch? Ja, Kylian Mbappé die heeft 27 goals gemaakt. Ja. Verschrikkelijk knap. Ja, het is verschrikkelijk knap wat Neymar bijvoorbeeld heeft laten zien in de tijd dat hij fit was. En het is verschrikkelijk knap dat Kylian Mbappé op deze leeftijd zoveel doelpunten maakt. Maar de echte emotie met de Ligue 1 en met Paris Saint-Germain en met de doelpunten van Kylian Mbappé ontbreken. Bij Real Madrid zou hij een veel grotere status kunnen verkrijgen of in de Premier League. Maar hij zal ooit die stap gaan maken uit de Ligue 1. Want je wordt geen wereldster, superster bij Paris Saint-Germain. Onmogelijk. Maar denk je dat dit ook gaat gebeuren bijvoorbeeld bij Ajax? Ajax is ook de rijkste club van Nederland. Nou, Ajax gaat natuurlijk enorm goed verkopen waarschijnlijk deze zomer. Ajax had natuurlijk eigenlijk dezelfde status in Nederland moeten hebben als Juventus in de Serie A. En als Paris Saint-Germain in Frankrijk. Maar er is natuurlijk de afgelopen jaren het een en ander fout gegaan. Waardoor ze die status niet hebben. Waardoor Feyenoord kampioen is kunnen worden. Waardoor PSV al die titels heeft kunnen pakken. Maar in potentie, en als je dat zo om je heen leest en die marktonderzoek ook ziet. Ja, is Ajax in potentie de club die dat ook moet kunnen. En ook een soort monopolie moet kunnen verkrijgen in de Eredivisie. Ik ook niet. Nou, voor de competitie is het natuurlijk minder leuk. Dan krijgen we straks ook, onze competitie is natuurlijk super aantrekkelijk. Omdat je nooit weet. Maar je ziet natuurlijk nu ook al een enorm gat tussen Ajax en PSV en dan de rest. Er is een enorme kloof aan het ontstaan. En dat op zich is dat niet zo heel gek. Want die financiële kloven in Europa ook. Hè. Bijvoorbeeld als je het verschil ziet tussen Ajax en de rest. Tussen City, tussen Tottenham, tussen Juventus. Is het eigenlijk onvoorstelbaar dat ze überhaupt
in de kwartfinale staan. En dat ze ook nog eens het voor elkaar krijgen om Real Madrid kapot te spelen in Madrid. En om Juventus de stijp op het lijf te jagen in Amsterdam. Dat is ongelooflijk knap als je die financiële verschillen ziet. Want dat is niet een klein beetje een verschil, dat is een waanzinnig verschil. Vind jij dat die FIFA-regels, die financial fair play, echt enorm op de schop moeten? Om dit soort... Nou kijk, daar kan ik wel van alles over roepen, maar ik heb daar te weinig verstand van. Hè. Anders had ik wel advocaat geworden en had ik in een Lamborghini gereden. En ik ben nu op de fiets. Echt niet, je bent met de trein. Ik ben met de trein en lopend zelfs. Ja, het is nog armoediger eigenlijk. Dus ik zit hier voor een camera onzinnig te praten over voetbal. Maar als ik echt had doorgestudeerd, ja, dan had ik hier antwoord op kunnen geven. Maar ja, er zijn altijd omwegen. Hè. Paris Saint-Germain heeft ook een omweg bedacht om Kylian Mbappé vast te leggen. Die hebben ze eerst gehuurd van AS Monaco. Ja, leg dat maar eens uit. Stel je voor dat Ajax van PSV de beste speler gaat huren en hem dan 2 jaar later voor 108 miljoen euro koopt. Dat is in Frankrijk gebeurd tussen Paris Saint-Germain en AS Monaco. AS Monaco wordt kampioen met een geweldige elftal en de beste speler wordt het jaar erop gehuurd door Paris Saint-Germain. Ja, totaal bezopen natuurlijk. Dus de kampioenschappen van Juventus en Paris Saint-Germain zijn de kampioenschappen van... Zijn de kampioenschappen van het grote geld.